Ja, na die elektriciteit mag. Ja, komt goed. Oké, zodra het gas heeft weer voor je. Oh,
me more than I had expected. I hope you can see my remaining reflex. It's approximately 4 millimeters, I'd say. The motor mounts are still intact. It worked like a charm. Huh, I'm happy. Okay, cool. That was the maiden flight with this Harrier 1100. Thank you very much for watching, of course. And catch you on the next video. Bye bye. Hi there guys, welcome back to the Dutch Sea Channel. Thank you very much for watching. What have I got for you today? I've got the Reptile Harrier 1100 twin engine FPV aeroplane with me. Yay! And we're gonna do a maiden flight with it. That's right. So what do I need to tell you? I'm flying it with the stock motor mount, glued in, nothing else, so completely stock. I have upgraded the servos to Metal Gear high speed digital servos, and yeah, I'll be taking off with a bit of reflex, more reflex than you see now. This is actually post flight. Yeah, so I already know that it actually flies, and this is what the plane looks like after the flight. You'll see that again in a couple of minutes, and I'll be flying it with my Eversky Horus X10S, and the battery I'll be using is a Turnigy Zippy 2800 4S. So that's pretty small. I've seen most videos with this plane, people use a bigger LiPo, but I wanted to keep it relatively light. Relatively. Okay, here we go. Thomas, kun je even checken of jij een FPV-signaal van hem ziet? Ja. Wacht even hoor, ik til hem wel even op. Zie je ook een OSD? Ja, dat is een OSD. Ja, oké. Okay. Sorry? Ja. Dit is een Runcam Split. 2. Met een Matec Hub OSD PDB. Hoe ziet dat eruit? Nee. This is true. Er ligt wat tussen. Yes. Ja, leuk. Dat is mooi uur. Ja, zeker. Dat gebeurt vaker. Yes. Ik ga de boer eens even repareren, daar nog een paar bijbouwen en dan komt er helemaal goed. Hoeveel van die receivers heeft Ezien? Dus is dat gewoon eentje? Nee, Real-like was het, hè? Ja. Kan je, ik stuur wel even een link. Oh ja, is goed. Ja, top. Er is een goede en een slechte. Oké, okay, ja, ik moet een goede hebben. Hé, hey, dankjewel. Ik heb er nog één. Kunnen we wel even checken of die past. Dus, en ja, of die werkt. Zullen we dat een keer doen? Ja, is goed. Ja, check. Doe maar. Alright. Oké, okay, hoi. Hoi. OS, oké. Okay. Oh, dat ziet er...